Disclaimer, deze video is niet gesponsord. Drinken mag vanaf 18 jaar. Doe dit thuis zeker niet na. Oké, maar laten we doorgaan met de video en geniet ervan. Yo mensen, mijn naam is Ashley en super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Let's try it! Hoezo is dit lekker? Die! Zo mensen, dit is nu een keer een heel andere video dan normaal. Ja, zoals je ziet heb ik mijn headset aan. Dat is omdat ik hierbij toch wel muziek nodig heb. Om een beetje te viben. Ik ben een keer naar het lezen geweest en ik zag daar iets liggen en ik vond dat mega nice. En dit is alleen maar voor plus 18 mensen. Ja, plus 18, hey. Het gaat er niet zo van sexy komen of zo. Yeah. Nee. Het gaat over alcohol. Ja, mensen. Ik zie dat er ijsjes bestond met alcohol in. Ik heb hier 5 verschillende smaken. Zoals je ziet, ik heb er 5 verschillende smaken. Ik heb gin tonic ice, limoncello ice. Oh. Ik heb hier strawberry, daiquiri ice. Hi, ik ben de Jury en ik wil aangesproken worden als de Jury. Ik heb hier vodka energy ice. Ik heb hier mojito ice. En ik heb zo 2 stuks van elk. Dus dat wil zeggen dat ik 10 ijsjes heb. En het is om te kijken of dat je zat kunt worden van ijsjes. Dus eigenlijk is dit een experiment. Ik weet niet zeker of je hier zat van kunt worden. Maar doe dit niet na mensen. Dit zei ik al vooral in de video. Doe dit niet na. Ik ben nu lekker aan het viben op muziek. Ik denk dat we beginnen met het eerste ijsje. Oh, ik heb geen schaar nodig. Oké, ik heb toch wel een schaar nodig. Ik krijg dat niet open. Voilà. Oh, dat is net open en ik krijg wel dat dat alcohol is. Ja, logisch ook. Zit daar trouwens 5% alcohol in en dat is een ijsje. Dus mensen, ik zou zeggen, let's try it! De eerste is mojito ice. Wow. Wow, dit is mega lekker mensen. Damn. Hoezo is dat lekker? Maar hey mensen. Hier zit alcohol in. Plus 18. Hij proeft alcohol niet zo duidelijk. Wow. Goed. Echt goed. Ja mensen, ik ben iemand die bijt op ijs. Als het niet tekent, mijn excuses. Ja. Oh. Echt lekker. Nou, kozen. What the hell are you talking about? Dat is ko. Het komt net uit die vries. Ah. Brain freeze. Maar it's okay. That's life. Nummer 1 is op. Op naar de tweede. Dit is gin tonic ice. Ik krijg niks. Woo! 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 Dit is zo lekker. Volledig op. Het volgende is strawberry daiquiri ijs. Let's go. Nee. Dat is niet mijn ding. Ik toch gaan we opeten. Hoe meer ik ervan eet, hoe lekker dat het wordt. Maar wacht eens, dat doe ik bij gewoon alcohol. Het is gewoon alcohol. Eigenlijk is. Ik voel nog helemaal niks. Let's go! Ik ga gewoon naar citroen. Oeh.
Wow. Dit is veel schrappig, dit. Dit is veel schrappig. Dit is gewoon niet lekker. Oké, okay. Ik moet zeggen, het zit nu al heel lichtjes in mijn hoofd, heel lichtjes. En nu maar mijn vierde, ik heb 106 te gaan. Base, base, ja. Yeah. Kick, kick, ah. Base, base, ah. Ik krijg het warm aan mijn ogen. Vierde is op. Oh nee, ik denk dat dat wissen is. Dat is vodka energy. Dat gaan we waarschijnlijk niet lekker vinden. Brek wel hoor. Dit is het lekkerste van Noop. Ik denk dat dat Wiesen is. Dat is vodka energy. Oh, dit is echt lekker. Dit is echt lekker. Oké, mensen, mijn zesde ijsje is dit weer. Dus zouden we dat testen. Voel ik echt iets na die vijfde? Ze was van ook redelijk. Het is bedoeld dat ik die video maak, maar. Het is bedoeld dat ik die video maak, maar ik ben zwaar afgeleid. Hé, hey, mensen, dit is weer. Oké, let's go! Oh, maar mijn roer. Ja. Mijn mond voelt koud aan. Maar ik heb het warm. Ik vraag me af wanneer dat gaat beginnen werken. Wat verder tussen die kijk dat zwaar in. Ik hoor ineens rennen met mijn groep zoeken. Bam. Zes ijsjes op. Oké. Ik voel een klein beetje. Een klein beetje. Niet veel. Zesde ijsje. Deze is niet mijn favoriete zin. Dus ik wil. Het zit in mijn hoofd, het houdt me kalm. Ik ben niet zat. Hoe was dit nu? Waarom vind ik deze lekker? Ik zei net dat ik het niet lekker vond. Ik begrijp geen zak van. Op naar de volgende. Ik heb er al 7 op, dus ik moet er nog 3 gaan. Ik was gewoon even met het afkijken, snap je? Deze was niet lekker. Die is wel lekker. Die smaakt naar limoen. Het is limoncello. Maar hij is citroen. Oké, mensen, vanaf nu film ik verder op mijn bed. Brain freeze. Dikke vette brain freeze. Nog altijd even normaal. Oké, mensen. Wel eerlijk toegeven. Ik ben totaal niet zat of zo. Niet zo draaierig. Ik kan dit vergelijken met zoals ik naar een 5 ga. En zo 3 biertjes op heb. Wat ik totaal niet lust. En dat ik zo gevoel heb van ja, ik kom los. Zo. Ik voel me hoe. Ik kan dan zo met iedereen gaan praten. Iedereen chillen. Ben ik zo rustig aan het viben op muziek. Zo voel ik mij. Op naar de voorlaatste. Oh. Deze is lekker. Lekker.
Oké, mensen. We gaan op naar het laatste. Oké, mensen, zoals je ziet was dit de laatste. Ik heb er dus in totaal 10 gegeten. En ik moet zeggen, bij deze 10e voel ik toch licht iets. Het is niet om te zeggen dat ik echt extreem zat ben ofzo, of echt volledig te... Nee, maar misschien kan het nog komen. En als het volledig punt werd, moet ik wel zeggen, ik smaak de alcohol extreem. Als ik een boer laat ofzo, proef ik het wel extreem. Maar ik ben niet zat ofzo, totaal niet. Ik denk wel dat de hasebiet hitte. En als het hit, ga ik even ook terugkomen. Maar het is rotzooi. Laat dus uit, het is rotzooi. Het is geen aanrader. Dus ik heb dit gedaan voor jullie. Dus het is ook niet eens lekker. Ik vind het wel lekker bedoelen, om dat te doen. Houd gewoon bij een raketijsje. Bij een calipo. Bij vanille-ijsje. Chocolade-ijsje. Houd daarbij. En geen alcohol-ijsje. Dus mensen, dit is een no-go. Deze krijgt geen DM. Nee, want ik raad gewoon geen alcohol aan. Ik raad het gewoon niet aan. Het is niet oké. Maar ik heb het gedaan voor jullie. En dit is het resultaat. Ja, moest je iets smaller zijn of mij. Ik denk wel dat het gaat werken. Want het zit zo lichtjes in mijn hoofd. Maar hey, dat maakt niet uit. Maar, hebben jullie genoten van deze video? Vergeet dan zeker niet de blauw duimpje in het licht te doen. En laat ook zeker even weten in de comments of je nog meer van zulke video's wilt of niet. Of ik dingen ga testen. Het mag ook gezonde dingen zijn. Het mag ook een mukbang zijn dat gezond is ofzo. Dan ga ik iedere week ook een video plaatsen. En ja, vlogs natuurlijk ook. Dat blijft. De vlogs blijven gewoon. Maar heb jullie genoten van deze video? Vergeet dan zeker niet het blauw duimpje in de lucht te doen. Hieronder heb je een bakje waar dat er in rood staat. Abonneren. Klik daar zeker neer. Klik daar zeker even op. Dan behoor je bij de Ashley Squad. En dat is gewoon amazing als je bij de Ashley Squad hoort. Je behoort dan bij mij. Hey, with you cool. Ashley Squad. Hey, why you? Sick toch? Maar daarnaast heb je een notificatiebelletje. Klik daar ook zeker even op. Dan krijg je een notificatiemelding van YouTube. Dat is ook insane. YouTube, I love you. Nee, maar dan krijg je een melding van YouTube. En wat ik zo zou zeggen, mensen. Dat is tot de volgende video of vlog later.